Ja, het gaat om een schoonmaakcursus. Het is een SVS schoonmaakcursus. Het is een cursus wat afgesloten wordt met de erkende diploma hier. Wat ik kan vertellen is dat schoonmaak is heel belangrijk. Dus de mensen van Plintje die trouwen, die zijn werkzoekend en er is genoeg werk, dus ze kunnen straks geplaatst worden. En het gaat om een training, om een cursus, zeg maar, om schoon te maken, zowel basic als hotel. Dus ze krijgen dan met een module hotel hoe je een bed moet opmaken en in en check-out van een hotel. Ik geef vandaag de sociale vaardigheden, is dit belangrijk? Natuurlijk zijn de sociale vaardigheden belangrijk, want het is om het werk te behouden. Dus, want er is genoeg werk voor iedereen, maar als je je baan niet kan behouden, dan ben je zo meteen weer werkloos. Dus het gaat meer om die attitude, zeg maar de arbeidsethos een beetje bijbrengen. En dat men daar rekening mee houdt en daar weet van heeft. Dit cursus is voor de werknemers, maar soms is de werkgevers ook, hebben ze ook een cursus gekregen? Natuurlijk, er bestaat de mogelijkheid dat de werkgevers ook een cursus kunnen volgen. Dat gaat allemaal via Plintje die Trabouw ook. Hebben we ook in het verleden gedaan, we hebben het ik denk een jaar of twee geleden ook gedaan. En het is goed bevallen, want het is, dan gaat het over hoe met de werknemers om te gaan en te begeleiden op de werkvloer. Want daardoor is men vaak gaat men naar huis, dus zeg maar, neemt men ontslag. Ja. Dus en niet ontslag nemen, maar gewoon niet meer verschijnen. Ja. Okay. Hoeveel personen beginnen vandaag en zijn er regels eraan gebonden? Ja, natuurlijk zijn er ook regels aan gebonden. Vandaag beginnen er 13 personen. Het is een 80% aanwezigheid. Dus 80% aanwezigheid betekent dat je één keer maar mag missen. Mocht je niet aanwezig zijn, dan mag je niet aan het examen deelnemen. Ja, het is, we zijn erg tevreden over de opkomst van de kandidaten. Heel veel interesse vanuit de werkzoekenden om bij een resort hotel te werken in de functie van housekeeping medewerker. We hebben aangegeven dat er beperkte plaatsen beschikbaar waren en we zien toch dat we 3 groepen aan het draaien zijn. In de ochtend hebben we een groep met een groot aantal kandidaten, meer dan 8. We praten over 12 kandidaten en in de middaguren hebben we 2 andere groepen die gezamenlijk worden getraind. En het zijn ook medewerkers van het resort hotel zelf die worden klaargestoomd en voorbereid voor andere werkzaamheden waar ze ook mee te maken hebben in de hotelkamers. Ik had een gesprek met de mevrouw die de cursus geeft, mevrouw Granville. Werk krijgen is makkelijk, maar werk behouden is het probleem. Dat is zeker het is een skill en het is niet makkelijk, want op Bonaire heb je met een jobcultuur te maken. En het is soms heel makkelijk om op de dag zelf te werken en geld te verdienen. En zulke trainingsprogramma's die we al jaren aan het doen zijn voor de toeristische sector. En 2022 is de housekeeping een van de eerste programma's die we aan het draaien zijn. En moving forward in de persoon van Aisha Granville, dat is wel de juiste partij om hier aandacht aan te besteden naast onze eigen training en coaching vanuit Plintje die Trabouw. Op het moment dat deze kandidaten getraind zijn, klaargestoomd zijn voor het echte werk, dan worden ze ook gevolgd in termen van nazorg. Dus wij zorgen ervoor dat na plaatsing dat er contact wordt onderhouden met de kandidaat en met het bedrijf zelf om te kijken of alles goed gaat en wat we nog meer kunnen doen om de persoon aan het werk te behouden. Want de overtuiging van Plintje die Trabouw is wel dat je met betaald werk, dat je wel uit een armoedepositie kunt geraken en daardoor een beter bestaan kunt opbouwen. Er zijn nog 2 cursussen die moeten beginnen. Hoe gaat het met de aanvraag op deze 2? Ja, het gaat heel goed. We hebben de bartender weter op de planning staan en die van Tourguide. Interesse is enorm. Dus het is nog open om jezelf aan te melden als kandidaat. Ik zou zeggen, doe het vooral. En we merken bij de housekeeping dat eenmaal er heel veel aandacht aan geschonken is, dat men ook wel de waarde ziet van het programma. En we zijn erg blij, want er zijn ook heel veel relaties die nu al aan het aangeven zijn. Op het moment dat de kandidaten klaar zijn met de training, geef het alvast aan, want wij willen ze graag in dienst nemen. Dus het is heel belangrijk om op tijd je registratie in te zenden, zodat wij de groepen kunnen vormen en ook deze groepen kunnen voorzien van een betaalde functie.